in Hollywood. Hollywood Vine. Hollywood Vine. Je kan het opzoeken op de Googles. Ja. En dan zie je dat we bij de Walk of Fame zijn en bij de Chinese Palace, bij Chinese Theater. Niet, het is meer de metrostation wat eronder zit, ja. Maar... Ze hebben wel veranderd. Die stonden al die, waren hier niet al die cd'tjes? Of was dat deze niet? Nee, dat is hierboven toch, volgens mij. Het plafond. Oh, ja. Nou goed, maakt niet uit. En de beurs is om 1 uur open. Zijn eerste afspraak is bij Warner Brothers. Voor de... Jij gaat waarschijnlijk Batman VR checken. Hoe ver is dat? Oeh, dat ik ben best wel fucking jaloers op jou. Ja. En ik ga naar The Legend of Zelda, dus ook geen straf. Maar daarvoor wilden we nog even t-shirtjes kopen. Ja, t-shirtjes voor ons. Voor deze week. En ik zat te denken om het erachteraan te zeggen voor jullie, maar nee, die belofte gaan we niet maken. Nee, absoluut niet. Nee. Maar we gaan wel vet t-shirts kopen, want we willen weer een nieuwe shit. Daar komt eigenlijk op neer. En merch. En merch. Ik zag al een t-shirt, ik ga het gewoon verklappen, van Underwood 2016, dus die wil ik sowieso hebben. Ja, en natuurlijk gezien de Netflix-serie zo fantastisch is, The Punisher. Dude, die had ik al gedipt. Ja, maar ik daarna beter. Oké, mooi. Goed gezegd. We gaan nu naar boven en dan... Zullen we dit even meepakken in de vlog? Nou ja, dat kan, maar dan moet je wel zeg maar, deze hele roltrap. Dus. Ja, dat is waar. Maar ik denk dat dat wel kan. Want we gaan nu naar boven, naar het zonlicht. Je ziet ook, onze ogen vinden het helemaal niet leuk, zonlicht. We zijn een soort molmensen. We willen wat onder de grond blijven. We zijn lizard people. Dat is in New York. Echt, hè? Die urban myth. We live on the ground. Ja, myth. Ze bestaan gewoon, hoor. Lizard people for president. Ja. Maar goed, we komen nu boven en dan zie je dus... Dit is... Fucking Hollywood en start de muziek. En moet ik ook een muziek bij gaan? Nee. Dude, ik weet exact welk nummer ook. Nee. Ja, dat weet ik wel. En hier zie je dus ook de Walk of Fame. Ik kan gelijk even laten zien. Wat is de eerste persoon die je zou willen zien als je hier in Los Angeles aankomt bij de Walk of Fame? Ellen DeGeneres. Dat wil je zien, zeker op zo'n dag als van de week waar we toch... Hello God, it's me, Ellen. I'm a lesbian! Nee, dat is een goede halte. Nee, man. Superman. Oh, pas op, ze willen dat we hem gaan betalen voor het daar staan. Oh ja. Maar we gaan nu eerst naar, want we hebben niet zo heel veel tijd. We gaan nu eerst naar de Hot Topic. Ja. Leg even uit wat het is. Hot Topic is een, het was vroeger echt van de emo's en de gothics. Maar inmiddels is het gewoon hipster, Marvel, Disney, you name it. En veel merch. Veel merch. Dus daar gaan we eerst heen. Volgens mij heb ik helemaal verkeerde roltrap, maar helemaal niet uit. We staan weer op de roltrap, maar het is helemaal leuk. Ik ben nog aan het wachten op de eerste beste rapper die zijn cd probeert te verpatsen. Ja, dat gebeurt echt, elk jaar. Ja, Tom is dan ook nog eens iemand die ze koopt. Ja, voor $1 vind ik het prima. Het is vaak pay what you want. Dan denk ik van, nou, voor $1 ben ik best wel benieuwd wat je maakt. Vond je het vorige keer goed? Nee, het is echt een hele slechte rapper. Maar hoe dan gewoon echt een wat is dan een slechte rap? Zijn beat was gewoon... Hij wou te veel een rapper zijn of zo. Hij had een hele goedkope beat en had ook allemaal remixes van andermans beat. Wat dus gewoon is dat je over iemand anders van een beat en je eigen rap gaat doen, maar het werkte niet. Kaffer. Nou goed, ik geef die cd weg. Ja, dus regeer hieronder als je de cd van een rapper wil. Een willekeurige rapper. Ja. We hadden het niet verwacht, maar nog steeds niet eens doorgebroken. Ik dacht echt, ik koop zijn cd voor €1 nu en... Straks is hij enorm. Maar daar zit Hollywood saai, jongens. Gaan we ook even laten zien. Wat vet. Kijk dit, die pilaren ook gewoon hier. Vet, hè? Nou jongens, we zitten even te lunchen hier. Het is een uurtje voordat de beurs open gaat. Uurtje voor Zelda. Voor mij dan. Maar Tom heeft het eerste uurtje nog niks, dus hij gaat even chillen. Een beetje foto's maken zo. Ik ga denk ik de foto... Ik neem over. Hi, welkom. Dit ben ik. Dan kan ik even laten zien wat ik heb gekocht. Ik kan zo de fotoreportage denk live zetten. Want mocht je alleen maar de vlogs kijken, we hebben ook foto's van de beurs. Hey, en ja. Artikelen en zo. Hè. Dus de eerste preview staat alweer online. Het is gewoon van een VR-game. Die hij gewoon aangeschoten heeft gecheckt. Hoe vet is dat? Ik was stomdronken. Dat zag je gisteren. Nou, stomdronken. Ja, ik wist van voor en nieuw kacht eten. Maar ik heb heel veel shirts gekocht. Dit is de eerste. Voilà, Spider-Man shirt, fucking vet. Super veel zin backside in de backside en frontside ook echt. Ja. Super veel zin in de nieuwe Spider-Man game ook. Maar want is het niet het logo van het is het logo van Venom toch meer? Venom. Ja, het is Venom, ja. Is wel een Spider-Man shirt. Maar oh, een heel mooi blouseje. Dit is echt aan. Heel mooi blouseje, zie je hem? Maar even, wacht, let op de decals, hè. Kijk, het is de Millennium Falcon en er staan X-Wings op. Ja. En volgens mij verder niks, hè. Maar wel, nee, ja, dat zijn de vetste vliegtuigen of de vetste spaceships van Star Wars. Ik heb 5 shirts gekocht in totaal, dus ik ga er even snel doorheen. Allemaal hot topic, hè. Ik heb deze gekocht, daar gaan we niet van zeggen waarvan het is. Want we gaan niet zeggen waarvan het is, maar het is... Want dit komt uit mijn jeugd en is nu binnenkort terug te zien in een bepaalde film. Van Michael Bay, met Megan Fox. Wordt gespeeld door de guy die ook Arrow speelt. Zijn er te veel tips, denk je? Het is Casey Jones. Stond er ook op, hoor, maar.
Ben je klaar? Ja. En door. Hier ga ik ook niks over zeggen waar dit shirt van is. Het is een beetje een soort van teaser. Ja, daar komt VR hiervan. Ja. En het is van Bethesda. En we zijn allebei verslaafd eraan. Ja, het is deel 4. En het is deel 4. Het heeft iets te maken met een nucleaire fallout. Ja. En deze, hiervoor ging ik eigenlijk. Maar ja goed, je gaat toch los. Ja, je gaat deze los. Heb ik gekocht. Hoe vet is deze? Die ga ik morgen ook aan doen. Het is van een Netflix-serie. Over iemand die president is. Over iemand die president is. Gespeeld door Kevin Spacey. Ja. Nou. Zijn dit genoeg tips? Jij hebt ook een shirt maken gekocht. We het te makkelijk. Maken jij hebt ook een shirt gekocht. Ik heb sowieso een shirt gekocht, maar ik heb ook meer gekocht. Want ja, ga je dat echt laten zien? Echt. Ja, het is voor mij allemaal. Ik moest vooral naar de Hot Topic. Niet alleen voor mezelf, maar ook vooral voor Jessica, mijn vriendin. Maar ik heb voor mezelf sowieso een shirt gekocht. Wat van een bepaalde serie is over een nucleaire fallout. Ja. Van Bethesda. Ja. Nee, het is RPG van de Brotherhood. En Lust. Ik vond hem heel vet. Gewoon een mooi shirtje ook. Voelt goed. Ik hoop niet dat hij te snel kapot gaat. Het is wel zo'n dikke opdruk. Maar goed. Ja, zal ik dat laten zien? Zal ik dat? Nee. Peter schudt nee. Maar dan krijg je waarschijnlijk in de comments te horen van nou moet hij het toch gaan laten zien. Ik ga wel een ander klein ding laten zien. Dat is wel leuk. Nou, doe je broek maar uit dan. Ja, doe je broek maar. Zelfs in LA ben ik grappig. Oh, sorry. Hoe schattig is dit? Ja, het is gewoon een strikje. Strikjes zijn helemaal in bij de Hot Topic. Maar goed, het is van Pokémon. Dus hoe ga ik een bier opener Pokéball. Het lijkt inderdaad een beetje op een bier opener. Maar nee, super vet. Ja. En ik heb nog iets anders, maar dat is een beetje PG-18. Nee, gaan we niet laten zien. Dan gaan we zo naar binnen en we gaan eerst foto's maken van alle goodies die je... Wij geven al onze goodies weg. We gaan nu de foto's maken van de eerste goodies die je kan winnen. Check voorgamers.nl, want daar kun je ze winnen, nergens anders. Check dat dagelijks, want elke dag, dus als we nieuwe goodies hebben, dan gaan we aan het eind van de dag maken we nieuwe foto's. En de bedoeling is dus, je gaat niet zeggen van, hey, ik doe maar iets, ik wil alles. Je reageert gewoon welke goodie jij het liefst wil hebben en dan kun je die vervolgens winnen. Doe maar alles, doen we niet aan. Doe maar alles betekent, dan doe niks. Dan dus absoluut niks, nee. Want dan wordt het te moeilijk rekenen voor ons. Is zo. Dus, dat is een vlog, dus we kunnen gewoon uitzetten. Op de stand van... Op de stand van The Legend of Zelda, Breath of the Wind. Kijk nou hoe ze dit hebben aangekleed, jongens. Ik zal eerst even dit laten zien. Daar boven ook, jongen. Dat is zo awesome. Let op. Ze hebben dit echt heel vet gemaakt. En hier, ja, je gaat natuurlijk koken in de game. Lees daar overigens en kijk daarvoor. We hebben ook een video preview en een geschreven preview. Check die. Nou ja, hier kook je natuurlijk in. Hoe vet is dat? En dan hebben we natuurlijk nog Link zelf, die hier, die hier staat. Ja, dit is echt een van de meest uitgebreide stands die ik ooit heb gezien op de E3. Ze hebben altijd al vette stands, maar als je dit ziet, jongen, het is echt super vet. Kijk dit dan. Enjoy, you guys. Kijk hem gaan. Oh, wacht, daar hebben we nog iets hoor. Even heel snel. Oh ja, hier wordt ook gewoon gekookt. Is ook prima. Er zijn ook allemaal mensen die op de foto willen. Daar loop ik continu voor. Dus iedereen haat me waarschijnlijk, maar dat maakt niet uit. Toch een Nederlander, die haat ze toch al. Echt awesome. Echt awesome. Kijk, ze hebben fucking vette dingen georganiseerd voor Mafia 3. Waaronder een food truck. Helemaal in de stijl van Mafia 3. Maar nu loopt opeens dit langs. Jongens, kijk dit even. Hebben ze een ziel. Oké, je kunt veel zeggen over Electronic Arts, dat ze besloten hebben zich af te splitsen van de E3 en dat ze iets net buiten de E3 doen, maar ze weten wel hoe ze sfeer moeten creëren, echt de fuck. Ze hebben dus de Novo, is dus een club van meerdere verdiepingen en je hebt hier dus een hele Titanfall lounge. Peter was hier natuurlijk voornamelijk voor Battlefield 1, ik ben hier voornamelijk voor Titanfall. Kijk, die pilots! Oh my god! En overal Clan Dizzy, overal... Clan Dizzy, wat is het? Plan Dizzy. Gewoon overal agitatie, super vet. En ook gewoon buiten hier, dit moet je echt zien. Het is gewoon... Holy shit. Op het moment dat je voor jezelf een fontein kan maken, dan gewoon een fontein met een logo, dan weet je echt dat het echt aan is. Gewoon echt super vet. Dus ik ga de game nu spelen. En wat ik ervan vind, dat ga je straks lezen in de preview en zien in de video preview, hoop ik. Dus die komt er zo snel mogelijk aan. Dus... Cheers jongens, Titanfall. Prepare for fucking Titanfall. Ik heb er zin in.
Oké. Dit is een speciaal ding van de E3. Het is namelijk de Xbox After Hours. En ik sta nu in het Xbox Design Lab. Waar je dus gewoon je eigen... Hè, dat hebben ze aangekondigd op de persconferentie. Kun je je eigen controllers maken. Maar dit is dus basically een avondje waar je dus de E3 beursvloer nog op kan. En naar het Xbox gedeelte kan nadat de beurs al gesloten is. En hier is dus gewoon in alle rust kun je genieten van een pilsje, een lekker hapje doen en natuurlijk allerlei verschillende games checken van Xbox. Maar goed, ja, we kunnen ook even een controletje customizen, misschien kunnen we er eentje op laten sturen. Ik heb al Sea of Thieves erop zitten en Recore. Ik ga kijken of ik nog even Dead Rising 4 kan spelen of wat andere spellen. Maar persoonlijk is dit voor mij natuurlijk dik vertoeven, want ja, alles van Xbox en alleen maar Xbox mensen is best wel een gezellige bedoeling. Oh, en Sea of Thieves? Ik had helemaal gelijk, dat is gewoon echt een super vet spel. De incentive mist nog een beetje, maar hey, het gaat heel leuk worden om op te streamen. En ik hoop dat jullie die game met mij gaan ontdekken. Anyway, Xbox After Hours, alle previews, reviews, het komt allemaal op gamers.nl geschreven en uiteraard de video. Dus dat, sorry, dat, ik had even, er kwam echt een boertje naar boven. Het is ook gratis pils, hè, dus dan ben ik ook van de partij. Hebben jullie trouwens ooit onze DreamHack vlogs gezien? Dat was de enige andere keer dat we eigenlijk dagelijkse vlogs deden. Dat was tijdens DreamHack Winter in Jönköping van 2015. Ik voel namelijk een soort overlap. Zie dat ding hier achter mij? Het staat nu bij Windows, bij Xbox Windows 10. Maar dat is ook zo'n openklappende PC. Die hebben ze hier ook gewoon. Maar dat is niet alles. Want wat ik nou ook in één keer zag was, en die staat wel hier, en dat vind ik sowieso ook heel vet. Een fucking PC van Winston, van Overwatch. Serieus, kan het nog vetter worden? Allerlei gave PC-beelds. Xbox doet er tegenwoordig ook aan, want Windows 10 is natuurlijk helemaal het nieuwe ding van Xbox. Super vet. Oh, en ik ben trouwens overgegaan aan de Macallan 12. Omdat Peter en ik een soort obsessie hebben met suits. En nu voel ik me toch net iets meer Harvey Specter. Dus pak aan, Pete. Ik ben de enige echte Harvey Specter. There can only be one.